RTV Bunschoten. Krachtig, onafhankelijk en lokaal. De volgende dag, vrijdag 27 december, gingen we eens kijken hoe het bij café Thuus voor stond. Het dak van het café is flink beschadigd. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar de Hollewoud. Tijdens de brand was er veel uitgaanspubliek op de benen in het centrum.